We zijn hier aan de Eikelkamp 4. Dit is een wijk wat gebouwd is in de jaren 70. Behalve dit huis, de Eikelkamp 4, die is blijven staan. Ik denk dat hij vroeger een heel groot perceel had. En met veel weilanden, maar dat is wel blijkbaar allemaal verkocht. En we hebben nu dit huis te koop. De Eikelkamp 4 is gebouwd in de jaren 30. In de jaren 60 nog uitgebouwd. En de afgelopen jaren volledig gemoderniseerd. Het is echt een keurig huis waar u zo in kunt. Het is gelegen op ruim 400 vierkante meter. Met garage, met badkamer beneden en er is een mogelijkheid door de slaapkamer beneden. Ja, hier is eigenlijk de hoofdingang. Als je iets doorloopt, heb je hier een oprit. Dus je hebt een eigen oprit met toegang tot de garage. Dus hier gelijk links. En de garage heeft een mooie nieuwe deur gekregen en is elektrisch. Dus ideaal. Maar we gaan nu binnen kijken. Kom bij mij. Zo, we komen hier binnen in de hal. Het huis staat trouwens al leeg, de bewoners zijn al vertrokken. Dus, maar het ziet er toch leeg en nog heel erg netjes uit. We komen hier in de hal, hier links zit het toilet. Is gewoon een heel modern toilet, wandclozet met een fonteintje. Nou, als je verder loopt in de hal heb je hier de kelder. Die laat ik u zien bij een bezichtiging. Voor de rest kom je uit de hal, kun je daar naartoe naar de bijkeuken, naar de garage. En daar zit de badkamer, die laat ik u straks zien. Doorloopt, kom je hier in de keuken. Moderne keuken met inbouwapparatuur. Er zit natuurlijk een koelkast in, een 5-pits gasfornuis, een afzuigkap, oven, magnetron, vaatwasser. Ja, complete keuken, gewoon strak afgewerkt. Nou, vanuit de keuken loop je door naar de woonkamer. Weer die mooie paneeldeur hebben we vandaag. Sfeervolle woonkamer met erken, veel licht, uitzicht over een groenstrook. En het hele huis is trouwens voorzien van dubbel glas en dakisolatie. En alle vloeren zijn voorzien van een mooie strakke laminaatvloer. Ja, het is eigenlijk een woning waar je gewoon zo in kunt. Zijn we terug in de hal. Dan hebben we hier de badkamer. Moderne badkamer, voorzien van inloopdouches, lekker ruim, dubbele wastafel met meubel, designradiator en er zit een vloerverwarming in. Strak afgewerkt. Vanuit de hal ga je naar de bijkeuken. Praktische ruimte. Hier zit de aansluiting voor de wasmachine. Eerst wel de droger, je hangt de cv-ketel en hier kun je ook naar buiten. En als je hier doorloopt, dan kom je eigenlijk in een hele grote garage. De garage is 30 vierkante meter groot. Ja, hier heb je die garage met die elektrische deur en hier heb je nog heel veel hobbyruimte. Maar die ruimte is ook wel geschikt om een slaapkamer beneden te maken. Want de badkamer is er al en als je hier een slaapkamer maakt, heb je nog voldoende ruimte over voor een garage. Dus echt wel praktisch. Nou, nu heeft u beneden alles gezien, dus gaan we even naar boven. Dan gaan we weer naar de hal. Kom je op de verdieping, hier heb je weer dezelfde vloer. Dat vind ik altijd wel mooi, dat het hele huis gewoon dezelfde vloer heeft. Ook weer strak afgewerkt overal, paneeldeuren. En boven heb je twee slaapkamers. En nog een toilet en een fonteintje. Ja. Keurig slaapkamers met inbouwkasten, knieschotten afgetimmerd, waar je ook berging achter hebt. En dan zie je ook gelijk dat alle elektra in de woning ook vervangen is. Ja, wat ik al zei, je kunt hier eigenlijk gewoon zo in. Ja, hier loop je dan, we hebben net de slaapkamer aan de voorkant gehad, hier heb je de slaapkamer aan de achterkant. Ook een prima slaapkamer, kan het bed in, ook te gebruiken als werkkamer. En hier aan de achterkant kijk je over de garage, je ziet gelijk hoe groot die ruimte aan de achterkant is waar die uitgebouwd is. Dat is een flinke ruimte. Ja, en als je meer bergruimte wil, dan zit hier nog een vliezeltrap naar zolder. Dat is een flinke berging over, over de hele woning. Die laat ik u zien bij een bezichtiging. Ja, vanuit de bijkeuken loop je naar buiten. Dat kan ook vanuit de garage. Hier is nog een stukje overkapping, dus hier blijft de boel droog. En hier heb je ook mooi zicht naar de voorkant van het perceel. Want je kunt naar die kant erin, bij de voordeur en bij de garage, maar ook aan die kant. Ja, en je ziet al hoe de zon staat. Het is nu 10 uur 's morgens. De zon komt daarop, draait die zo. Dat is het zuiden en dat is het westen. Dus je hebt hier eigenlijk de hele dag zon. Het perceel is niet heel erg groot, het huis staat in het midden. Het is ruim 400 meter, maar je hebt wel volledige privacy. En het is gewoon wel een hele lekkere plek. Ja, en hier achter in de garage kun je zelfs die deuren erover zetten. Dan kun je hier nog achter komen. Bent u nu benieuwd? Bent u nieuwsgierig? En
vond u het toch wel een verrassend huis met de mogelijkheid voor slapen en baden beneden? Bel ons kantoor, dan laten wij het u graag zien.